Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Precies 1 jaar geleden zat ik ook hier op deze plek met mijn camera voor me en met het shirtje aan. Want 1 jaar geleden nam ik mijn allereerste video op. Dus dat betekent dus eigenlijk dat mijn YouTube kanaal nu 1 jaar bestaat. Woehoe! Dat wij weten niet wat voor geluid dat was. Maar ik krijg wel eens de vraag, hoe ben je nou begonnen met YouTube? Waarom ben je begonnen? Eigenlijk zit er nog een heel verhaal achter heel mijn YouTube begin. En nog ver voordat mijn eerste video werd geplaatst. Dus het leek me heel erg leuk om dus vandaag bij mijn 1-jarige bestaan te gaan vertellen aan jullie hoe ik ben begonnen en waarom. En wat er nog allemaal voor is gekomen. Dus ik ga jullie vandaag vertellen van het begin tot het eind, hoe het nu is. Nou ja, het eind. Ik hoop dat ik nog lang door blijf gaan. Maar als eerste ben ik eventjes benieuwd. Wat vinden jullie nou de allerleukste video van mij die ik het afgelopen jaar heb geplaatst? En wat voor soort video's zou je vaker van mij willen zien? Wat vind jij dus het leukste? Laat het eventjes weten in de reacties. En doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. En dan ga ik jullie nu mijn verhaal vertellen. Als je op mijn kanaal kijkt, zie je staan dat mijn kanaal is aangemaakt op 2 oktober 2011. Dat is dus ver voor vorig jaar eigenlijk. 6 jaar eerder dan nu. En dat komt omdat ik toen ben begonnen met YouTube kijken. Toen heb ik verder nog niks geplaatst. In de eerste klas ben ik een beetje begonnen met YouTube kijken. De allereerste video die ik keek was van Vera Camilla. En daardoor heb ik dan ook weer Teske leren kennen, die ik nu nog steeds heel erg leuk vind. En ik heb zelfs ook nog een tijdje de eerste vlogs van Enzo Knol gekeken. Toen hij zijn arm brak en zo. Nou ja, hartstikke leuk allemaal. Ik vond YouTube toen al echt al heel erg leuk. Alleen het was nog niet heel erg bekend. Het was altijd maar gewoon een beetje gekkig. En mensen wisten niet helemaal, ja, waarom zijn we weer tegen de camera gaan lopen praten? Wat heeft het nou weer voor zin, weet je wel? Dus het was nog een beetje gek. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En ik wilde het eigenlijk ook zelf een keertje proberen. Dus heb ik samen met een vriendin gewoon een keertje voor een grappige video gemaakt. Die ik niet op YouTube heb gezet. Maar we gingen zo'n cinnamon challenge doen. Weet je wel, dat je zo'n grote lepel met kaneel in je mond moest doen. Dat was toen helemaal hip, weet je wel. Hartstikke leuk. En in de tweede klas, toen was het eigenlijk allemaal een beetje begonnen met deze armbandjes. Nou, dat was hartstikke leuk. Ik ging zelf armbandjes maken. Dus van wol met kraaltjes. Prachtig. Ja, vond ik toen heel erg mooi. En daarvan zette ik een foto op Instagram. Van, oh kijk jongens, weet je hoe leuk ik dit heb gemaakt. Helemaal geweldig. Meisje Kiara, die ik nu nog steeds ken, die zag dat toen. En die vond het ook heel erg leuk. Die vroeg van, ja, hoe heb je dat gemaakt en zo. Ik vond het lastig om uit te leggen. Dus ik van, oh weet je, ik stuur ons wel eventjes een filmpje naar je toe. Nou, via Instagram kon ik geen filmpje sturen. Dan probeerden we het via Gmail, was het filmpje te groot. Via Kik kon het ook niet. Nou, allemaal dingen geprobeerd. Het kon gewoon geen filmpje versturen, want het waren super lang filmpjes. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik zet het wel eventjes op YouTube. Want ja, toch niemand die het ziet en het is hartstikke leuk. Dus maakte ik filmpjes en volgens mij duurde ze echt 20 minuten of zo. Ik had het in 3 delen gedeeld, echt top. Ja, die heb ik op YouTube geplaatst. Zij vonden het heel erg leuk en heel veel andere mensen ook. Ik weet nog wel dat mijn video's wel gewoon serieus gewoon 1000 keer werden bekeken. En dan worden mijn video's van nu lang nog niet allemaal. Dus ik had video's die 1000 keer werden bekeken. Alleen verder wist niemand van mijn YouTube kanaal af. Mijn ouders wisten het niet. Niemand uit mijn klas wist het. Vrienden wisten het niet. Ja, dat was het. Want ik had het eigenlijk gewoon speciaal voor haar gedaan. Maar het had toch wel 1000 views. En ik dacht echt van wow, weet je wel. Ik vond het wel heel erg leuk. Dus dacht ik, nou laat ik gewoon nog een keer een video maken. Dat heb ik toen gedaan. Met dit spijkerbroekje aan. Nou, deze pas ik nu niet meer. Best grappig broekje. Alleen ik wist toen niet wat ik erop aan moest. Dus ik ging zo'n heel lulvraag vertellen van, ja, ik heb een shirtje van mijn moeder geleverd. Ik wist niet wat ik aan moest. Dus toen had ik dat. Nou, sloeg het helemaal nergens op. Maar dat was ook een video. Nou, mensen vonden dat ook leuk. Alleen op een gegeven moment kwam een jongen uit mijn klas. Kwam erachter dat ik een YouTube kanaal had. Toen dacht ik echt, oh, oké. Okay. Ik zeg van ja, moet je even niet tegen iedereen zeggen. Nou, hij heeft het niet gedaan. Want toen was er ook nog een andere jongen uit mijn klas. En die deed aan YouTube. En die maakte toen gamevideo's. En dat vonden mensen niet zo leuk. Hij werd er altijd een beetje mee geplaagd, zeg maar. Dus daar was ik eigenlijk ook heel erg bang voor. En ook vooral, daar was ik toen heel bang voor. Soms als je in de klas dan niks meer te doen had, gingen leraren op YouTube filmpjes laten zien en opzoeken. Ik was altijd zo ontzettend bang dat dan ineens mijn hoofd op het beeldscherm kwam. En dat iedereen dacht van wow, men heeft een YouTube kanaal. Gelukkig is dat nooit gebeurd. En toen een tijdje daarna, toen de video's al een tijdje online stonden, toen kwamen er 2 meiden van mijn basisschool kwamen naar mij toe. En die zeiden iets van, oh mijn god, Manny, heb jij een YouTube-kanaal? Weet je wel, die dacht echt van, oh, ze is echt gek. Want toen was het dus nog helemaal niet zo leuk. En toen dacht ik, oh nee, mensen hebben het ontdekt. Zoals weet iedereen het, heel de school. En dat is super schamend, dacht ik. Toen was ik zo bang geworden.
dat ik toen ik thuis was gelijk al mijn video's heb verwijderd. Ik denk dat het er 4 waren of zo. Ik heb het meteen verwijderd. Ik vind het nu ontzettend jammer, want ik had het echt heel graag terug willen zien. Maar ik had het meteen verwijderd, want ik bang dat andere mensen erachter kwamen. Want ik heb het ontkend. Ik zit tegen hun, nee, ik heb helemaal geen YouTube kanaal. Hoe kom je daarbij, weet je wel. Dus ik heb het verwijderd en toen heb ik er een tijdje niks meer mee gedaan. En ik was wel opgelucht dat het eigenlijk weg was. En nu ongeveer 1,5 jaar geleden bleef ik slapen in een boekenhandel. Waar Mel Wallace Fries, boekenschrijfster, kwam daar langs. En daar ging hij dan slapen met allemaal andere meiden. Dat leek me echt ontzettend leuk en daar ben ik naartoe gegaan. Dat was ook super gezellig, een hele leuke herinnering. En daar leerde ik allemaal leuke meiden kennen. En ook Mila. Ik denk dat de meeste van jullie Mila wel kennen. Mila komt wel vaker op mijn kanaal voor. En Mila is nu gewoon een hele goede vriendin van mij geworden. Mila deed toen ook al aan YouTube en die ging die dag ook vloggen. Nou, ik was dus helemaal into YouTube, want ik keek het echt te vaak gewoon. En toen dacht ik, oh, heel leuk als ik op haar vlog kom. Uiteindelijk was dat niet gebeurd. Toen heb ik daarna haar een berichtje gestuurd van, oh, jammer dat ik niet meer in je vlog ben gekomen. Toen zei ik, ja, ook jammer. Toen zijn we er heel veel gaan praten die tijden daarna. Toen hebben we zelf nog video's opgenomen. Toen ging ik een keertje afspreken. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Toen was het ongeveer vorig jaar, vlak voor mijn examens. Ik zat iedere keer wel na te denken van, ja, weet je, ik denk er nu al zo lang over na om een YouTube kanaal te starten. En het lijkt me gewoon zo leuk. Maar ik dacht, er zijn al zoveel kanalen. Waarom zou ik het dan ook doen? Heeft toch helemaal geen zin meer. Toen dacht ik vlak voor mijn examen, weet je, ik doe het gewoon. Ik ga het gewoon opnemen. Ik zie vanzelf wat de reacties zijn. En na mijn examens heb ik super veel tijd, dus ik doe het. Nou, toen heb ik dus mijn allereerste video opgenomen. En ja, laat ik het zo zeggen, ik heb het heel vaak overnieuw gedaan. Want ik dacht iedere keer, oh shit, het is niet goed. Dit zeg ik niet goed, dat zeg ik niet goed. Misschien heb ik al 20 keer overnieuw gedaan. Echt super erg, dat doe ik nu helemaal niet meer. En daardoor kreeg ik ook echt eens zo'n haatreactie. Ja, het lijkt wel of ik in de klas zit bij een saaie spreekbeurt of zo. Toen dacht ik wel, oh shit, weet je wel. Maar ik heb gewoon die video toen online geplaatst nog. Ja, in mijn examenweek zelfs, want ik kon niet meer wachten. En ik kreeg er eigenlijk al heel veel leuke reacties op. En in mijn echte omgeving heb ik er niet echt haat op gekregen. Misschien mensen die het niet helemaal snapten, maar geen nare reacties gelukkig. Dat is ontzettend leuk. Ik ben heel erg blij dat ik ben gestart. Toen heb ik natuurlijk vakantievlogs gemaakt. En dat is zo leuk om dat terug te zien als herinnering. Toen ik was geslaagd en op mijn nieuwe school kwam, toen heb ik ook meteen in het voorstelrondje gewoon verteld dat ik een YouTube kanaal had. En dacht ik, dan loop ik daar niet mee. Dan denk ik niet van, oh shit, moet ik het zeggen? Moet ik het niet zeggen? En mensen vonden het eigenlijk wel leuk, omdat ik ook gewoon een creatieve opleiding doe. En gelukkig leerde ik daar ook Quinty kennen. Die vond, ja, die was zelf ook helemaal YouTube verslaafd. Dus kon ik er altijd gezellig over praten. Ik heb ontzettend veel leuke dingen vastgelegd, zoals die dingen van Mel. Ik heb een interview gedaan met schrijfster Nikki Smit. Super veel video's gemaakt met vrienden, vlogs met Mila. Pas nog met de overpeltjes. Ook super grappig en gezellig. Toen ben ik rond augustus ongeveer gestart met ASMR-video's maken. Want ik dacht, laat ik het een keer proberen. En dat werd heel erg goed ontvangen. Dus heb ik het vaker gedaan. En natuurlijk heb ik in december de 1000 abonnees gehaald. Dit is nog mijn 1 ballon van de 1000 abonnees. En normaal hangt het hierboven. Nog steeds in mijn kamer. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. In januari maakte ik mijn allereerste sketch. Waar ik super veel leuke reacties op kreeg. En ik wil zeker ook vaker sketches gaan maken. Maar dat kost gewoon heel veel tijd. En ik moet nog eventjes onderwerpen vinden. En toen heb ik ongeveer 2 maanden geleden besloten om een extra kanaal aan te maken. Een ASMR kanaal. Om daar gewoon al die video's op te gooien. Want sommige mensen snapten het niet. Of vonden het niet leuk op dit kanaal. Dus heb ik het daar gewoon allemaal op gegooid. En daar heb ik gewoon ook pas nu al de 1000 abonnees gehaald. Daar ben ik ook ontzettend blij mee. Het gaat gewoon heel erg goed. En ik vind het heel erg leuk om te doen en ik ben er super blij mee. En ook gewoon alle leuke reacties die ik altijd krijg. En de blauwe duimpjes en van alles. Gewoon de gezelligheid. Ik ben er heel erg blij mee en ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken dat het ook afgelopen jaar super snel is gegaan. Ik hoop dat het nog heel erg lang door blijft gaan met YouTube. Als het aan mij ligt in ieder geval wel. Ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vinden en dat ik nog veel leuke dingen mee ga maken en ga vloggen. Ook super leuk. Ik mag over een tijdje naar de première van boekverfilming van het boek van Nikki Smit. En daar ga ik natuurlijk ook alles vloggen en ik ga leuke mensen proberen te interviewen voor jullie. Zou mijn kanaal daarvoor eventjes in de gaten. En wat je misschien kan hebben geleerd uit dit verhaal of zo, dat je altijd moet blijven doorgaan. Vind je iets echt heel erg leuk om te doen, trek je niks aan van andere mensen, maar blijf gewoon doorgaan en doe wat je zelf leuk vindt. Ik ben benieuwd wat jij mijn leukste video vindt en wat je vaker zou willen zien. Dus laat het eventjes weten in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog en ik wil jullie ontzettend bedanken voor alles dit afgelopen jaar en voor het bekijken van mijn video en mijn lange kletspraatje. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!